Ik ben Henry Koelewijn, ik ben orthopedagoog en ik werk bij Amelpoort als gedragsdeskundige. Nu moet je ook weer controle teruggeven aan ouders. Ja, dat vraagt hele goede afstemming, maar ook gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar vooral het open gesprek voeren en het vertrouwen hebben naar elkaar, dat je dat goed naleeft en verantwoordelijkheid neemt. Dat is denk ik heel belangrijk. In het begin zijn de begeleiders, de woongroepen, in dat gat wat er ontstaat gesprongen. Maar ja, uiteindelijk ontstond er toch wel meer behoefte aan ook contact met verwanten, met ouders. En ongeacht wat voor niveau ze zijn, of ze nou LVB zijn of zeer ernstig beperkt, je ziet gewoon dat iedereen behoefte heeft aan sociaal contact. Heb je vragen of dilemma's die je aan de VGN wil voorleggen? Mail deze dan naar corona@vgn.nl. En wil je meer weten over dit thema? Meld je aan voor de webinar op vgn.nl.